Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survivor aflevering. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Creeper Sam. What up? Ta-da-da-da. There you go. Oh! Ow. Oh, damn it. Ja, het verbaast me nog dat je niet explodeert. Dat was het mooiste geweest. Gewoon meteen een spannend begin. Boom! Hier man, jij mag hem hebben. Hadden we eigenlijk hier zo onder stiekem TNT moeten neerzetten, weet je wel? Wauw, sinds wanneer noem ik dat eigenlijk TNT? Ik zeg eigenlijk altijd TNT. Nee, de creeperhead is van jou. Die past wel mooi bij jou. Maar de vorige keer was ik geëindigd met Wouter hier bij een huisje. Wat wij zijn tegengekomen eigenlijk in the middle of nowhere. De border zit hier dan ook gewoon heel erg dichtbij. We hebben heel veel lily pads verzameld, want die hebben we nodig voor bij ons thuis. Zodat we ooit iets episch kunnen maken. En de border wordt zelfs uitgebreid. Wacht, kunnen we dat ook echt zien? Oh ja, dat zie je ook echt groter zeker worden. Weten. Ja, je ziet het gewoon blokje per blokje zie je het groter worden. Damn. Ziet er heel erg vet uit. En nu is het rood, dus nu is het er gewoon weer groter gemaakt. En hier blijft het dan bij. En nu ik gewoon alles even kan zien, want de vorige keer waren we hier in het donker, kan ik gewoon even nog een paar extra lilypads meenemen, zodat ik gewoon even een stack heb, zowat. Want ik heb gewoon iets heel erg tofs in mijn hoofd, al helemaal met die shaders die ik nu aan heb. Dan heb je namelijk zo'n heel erg mooi stukje water met al die lilypads, weet je wel, dat je er zo mooi overheen kan lopen. Ja. Ik zie het gewoon al voor me. Dus. En dan allemaal van die bloemetjes ernaast. Ja, echt zo'n paradijs, weet je wel. Yep. Echt gewoon heel fancy. Lijkt weet je wat ook heel vet is? Heb je ook, als je een torch neerzet, als het avond is, dat het echt helemaal zo glinstert eromheen. Ja, dat heb ik ook. Dat is super mooi. Echt, dat is super mooi. Dat is echt ontzettend cool. Oké, wij gaan het huisje binnen betreden. Ik zie daar al een crafting table staan. En ik kan jullie vertellen dat... Oh, dit is het gewoon ook. Dit is het gewoon. Ik helemaal spannend maken. Helemaal van, wow, wat zullen we hier vinden? Is het gewoon serieus een super simpel huisje met een crafting table en dit ding? Hoe heet het ook weer? Oh ja, een cauldron. Ja, dat is eigenlijk echt useless. Er zou een witch vlakbij moeten zijn. Dat is een witch house. Oh, is dit een witch house? Ja. Oké, maar hier beneden zit ook gewoon niks. Hieronder. Je zit gewoon echt van keiland. Wauw. Dit is wel een beetje een tegenvaller, moet ik zeggen. Een hele grote anticlimax. Ja, eigenlijk wel, ja. Sorry, dames en heren, dat ik het zo spannend heb gemaakt. Maar dat het eigenlijk gewoon niet zoveel voorstelt. Maar, dit is wel de eerste... Ik bedoel, daar kan een witch spawnen. Dus dat is wel vet. Oké. Ik weet nog niet wat je eraan hebt, maar, you know, het is er. Ja, wat ik wel jammer vind met een witch... Wat is er? Kijk, hoeveel birds dan? Wow! Echt, daar heb je een pompoen. Dat zijn de pompoengoden, dames en heren. Wij moeten naar de pompoengoden toe. Wist je, leuk feitje, wist je dat pompoenen zeldzamer zijn dan diamonds? Echt? Yep. Ja, diamonds vind je sneller. Like per chunk is er zoveel procent diamond of zo. En vergeleken dat met pumpkins. Pumpkins zie je makkelijker, omdat het bovengronds is. Maar er zijn er zo weinig van. Maar je zou dus eigenlijk... Wauw, ik had het echt niet geweten gewoon. Ja, ze zijn zeldzaam. Dat is echt gaar. Ja. Nou, ik zou ook eerlijk zeggen dat we zijn nu al meer pompoenen tegengekomen dan diamonds. Oh, serieus? Ja, echt waar. Alleen, ik denk dat het ook wel een beetje afhangt aan wat voor... server je misschien hebt en wat voor wereld je hebt aangemaakt. Wat voor biome je inderdaad zit, ja. Ja, precies. Ja, ik denk dat er ook wel mee te maken heeft. Want bij een sneeuwbiome... Oh nee, daar kan je ook pumpkins tegenkomen, toch? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Volgens mij heb ik dat ooit eigenlijk wel eens gezien. Dus je vergeet echt awesome bloemetjes. Ja, ik zie het. Maar ik heb niet zoveel inventory meer. Want de vorige keer was ik al op zo'n groot avontuur geweest met Wouter. Dat gewoon eigenlijk heel mijn inventory vol zit. Is het ook zo dat hoe vol je inventory zit, hoe meer voetbaar er afgaat? Nee, hè? Nee. Oh, dat was zo was. Dat was wel vet geweest op zich. Nou, ik weet niet. Aan de andere kant ook wel vet. Zeker waar. Maar ik denk dat het echt leuk is voor een paar keer. En daarna zie ik ergens van... dan word je gewoon... Dan draag je heel veel spullen en dan moet je eigenlijk niet veel spullen meenemen. Omdat je dan moet je terug en dan moet je heel veel eten mee ja, hebben. Ja, maar dan moet je gewoon tactisch nadenken. Dan moet je gewoon zo'n pakezel meenemen. Ai, dat is een hele goeie. Dat zou eigenlijk wel leuk zijn als ik er nu over zou na zitten denken, inderdaad. Ja, toch? Dan heb je daar tenminste ook wat aan. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, zo'n ezel is... Ja, met zo'n ezel kan je niet zo makkelijk de grot in meenemen, hè? Nee.
Anders dan kon je dat nog wel zeg maar meenemen in een cave. En dan kon je lekker gaan minen. En dan kon je die ezel de hele tijd volstoppen. Maar wat wel kan, is je kan de ezel gewoon bij de ingang zetten van de cave. En dan kan je daarna gewoon weer teruggaan naar de ezel. Ja, dat is waar. Hey, maar kan je hem ook niet aan een lead doen en gewoon meenemen? Ja, ja, dat kan. Oh, dus dan kan je maar, misschien wel, als je zeg maar zo'n tunnel aan het graven bent, aan het hakken. Kan je hem gewoon meenemen. Ja, je pak ezel gewoon mee. Kan je twee leadjes nu in je hand doen? Nee, volgens mij eentje. Hoe vet zal het zijn als je twee van die kippen zo naast je hebt lopen? Oh my god, dat doet me denken aan zombies. Ik volg nu een zombie-serie. En voor alle mensen die kijken en die gefascineerd zijn door zombies... Ik hou van jullie, want dat ben ik ook. Nee, weet, ik ben echt dat totaal niet. Nee! Nee, ik vind zombies... Oké, fuck jou, doei. Hey, later, leuke opnames doen, man. Ja, later. Nee, ik vind het allemaal zo eentonig. En dan krijg ik waarschijnlijk heel veel haat door wat ik zeg. Maar ik vind het... Like, je hebt Walking Dead. En ik moet daar meteen op inhaken. Sorry dat ik je dan in de reden val. Nee, maar weet je wat het verschil is met de serie die ik nu volg en The Walking Dead? En voor alle mensen, alle liefhebbers... En ik hou natuurlijk ook van jullie als jullie niet gek zijn op zombies. Dat is natuurlijk ongein. Maar ik hou gewoon ontzettend veel van zombies. Ik word er gewoon... Ik weet niet, ik vind dat een hele... iets heel erg gaafs, weet je wel. Waarom vermoord je ze dan elke keer? Ja, nou ja, sommigen die vinden gewoon iets in de hemel, of die vinden de hemel een fascinatie van, is er een hemel, weet je wel, zou dat iets zijn en misschien maakt dat ooit mee. En ik heb dan echt zoiets van, oh, ga ik ooit de zombie apocalypse meemaken, weet je wel, dat er gewoon echt serieus zombies zijn. Maar, aan de andere kant lijkt me vet, maar aan de andere kant ook weer niet. De vraag die iedereen gaat stellen is, als er een zombie apocalypse zou komen, alles, you know, jij bent de enige over. Ga je dan vloggen? Ja, sowieso, dat is een supergoeie vraag van jou. Ja, ga je vloggen? Dat werd aan mij gevraagd door een kijker van jou. Oh, echt waar? Ja, tijdens mijn livestream, dat kan ik me herinneren. What? Ja, sowieso ga ik dan vloggen. Ja, dat zeker weten. Ik bedoel, hoe gaaf... Nou, het is eigenlijk niet gaaf, maar eigenlijk ook wel. Ja, maar... nou, weet je wat... Dit is best wel een beetje creepy. Dit is serieus best wel een beetje creepy. Want er is dus iemand in die serie... die alles vastlegt met zo'n GoPro 2 of zo. Want die serie die ik nu kijk... ik zal straks de naam zeggen... die komt uit 2014. En toen had je volgens mij nog niet de GoPro 3 en 4. Dus die is met zo'n zeg maar GoPro 2... is die bijna alles aan het vastleggen. dus dat is een soort eigenlijk van een beetje vloggen. Echt wel super awesome. En wat ik dus wilde zeggen is dat het verschil met de serie die ik nu volg... En oh, daar heb je Sokje. Dit paard heet Sokje. Sokje? Oh, ja. Omdat hij witte dingen heeft. Dat heet want D zegt dat altijd. Als ze honden ziet met witte pootjes, dan heet het automatisch Sokje. Sokje? Ja, maar goed. Alright. Het verschil tussen de serie die ik volg en The Walking Dead... is dat The Walking Dead is een serie wat echt super langdradig wordt gemaakt. Er gebeurt dan in één aflevering worden met geluk 5 zombies vermoord... En met geluk ontmoeten ze een nieuw iemand en zijn ze bij een nieuw huis of zo aangekomen. Of een nieuw kamp. En de serie die ik volg, dat heet Z-Nation. Elke aflevering, Zombie Nation. Elke aflevering gebeurt er iets super vets. Er gaan echt tientallen zombies dood. Het lijkt wel alsof ze bij The Walking Dead gewoon een beetje bezuinigd hebben op het budget. Zo van ja... Als we dan weer een zombie laten vermoorden door een van die spelers... dan moeten we dat weer met After Effects doen en zo. En bij Z-Nation hebben ze volgens mij echt gedacht van... hey, YOLO, ook al moeten we gewoon een maand lang werken aan één aflevering... als er 30 zombies zijn en die moeten vermoord worden... dan vermoorden jullie het gewoon. Ja, maar dat, wolven! Ja, I know, ik heb botjes. Sick! Oh, heb je ook een botje voor mij? Ik heb er nog één. Maar ik heb heel veel mossen gehad dat het maar één botje kost. Oh my god, dat is episch, want dan kan ik ook meteen die achievement halen. Oh, jij had hem nog niet? Nee, ik had hem nog niet. Dit is de eerste keer dat dit tegenkomen. Waar is mijn wolf? Wow, hier. Het is echt super donker hier, zeg. Oké, go for it. Okay, ga je hem in één keer. Bam! Oh! Yes, baby! Nice! Hey, maar nu kunnen hun het toch ook met elkaar doen, zeg maar? Als je maar slaat, dan gaan ze het doen, ja. Ja, nee, maar als ze, zeg maar... Ze hebben allebei nu een boon gekregen. Dan horen ze toch te doen, zeg maar, nu.
I don't know. Dat ik denk niet dat het met hondjes kan. Ik denk dat hondjes niet kunnen dingen. Nee, serieus niet? Ik denk het niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Want wat moet je ze anders geven? Je kan ze meat of eten geven. Dus zal ik het vlees. Eens googlen? Ik ga googlen dan en dan zet ik gewoon neer. Hoe fok je een wolf? Wel Minecraft erachter. Oh ja, wel Minecraft, ja. Dat zal het zijn. Oh damn, het gaat regenen. En je hebt maar... een wilde wolf, je hebt een vijandige wolf en je hebt een tamme wolf. En als je 2 getemde wolven welk soort vlees dan ook geeft, dan paren ze. Echt? Soms ja, paren ze niet, dus. Want dan hebben ze net gepaard. Oh. En nadat ze hebben gepaard, duurt het ongeveer 15 minuten voordat ze weer kunnen paren. Dude, waar is jouw hond? Wow. Is hij serieus weggerend? Oh, hier. Ah, oh, oké, nice. Oh, ze gaan nu iets doen. Pakken hem. Oh! Sick! Ik heb 100 zombies, skeletons gekillt. Dit! Oh, nice! Niet kijken. Oh! Yes! Oh my god! Is deze nou van jou? Volgens mij wel. Ik heb geen flauw, maar zijn hoofd zit een beetje scheef. Ja. Zijn hoofd is zo groot! Zijn hoofd is echt fucking groot. Oh, oh my god. Dit is echt geweldig. Oké. Mijn hond die heeft ook echt een rode halsband. Maar die kan je veranderen, hè? Oh, echt? Oh, om dye te geven of zo. Ja. Wacht, ik ga hem roze maken. Kan je dat nu al gewoon doen? Kijk, oh, ja. Spaars. Geniaal. Echt lachen. Maar kan je die kleine ook laten zitten? Probeer dat eens te doen. Ik denk het niet. Wacht, waar is die? Hier zo. Oh. Jawel! Oké, maar zullen we ze meenemen? Ja, waarom niet, toch? Ja, wacht, wel maar, echt sick. Welke kant moeten we op? Ik Deze heb een minimap. Kant. Ik ben echt aan het vals spelen. Oké. Ja, heb jij een minimap? Ik heb een minimap. Oh my god. Tom heeft gewoon een minimap. Dus ik weet precies waar we naartoe gaan, waar we, you know, hoe ver het is, waar we omheen lopen. Weet je wat ik nou echt super eng vind, zeg maar, met een wolf? Is dat ik ben bang dat hij mij niet goed genoeg gaat volgen en dat ik hem dan kwijtraak. Hij teleporteert, hè? Ja, ik weet het, maar alsnog heb ik een beetje angst van, ja, het werkt niet goed of zo. En daarom is het leuk om de eerste keer een wolf te hebben, maar daarom neem je eigenlijk nooit echt altijd een wolf mee. Omdat je altijd zo'n gevoel hebt in je achterhoofd van... Precies. Straks gaat hij weg. Kijk, al helemaal nu. Kijk, stel voor, kijk, net zoals nu, dan zie ik hem niet. Oh ja, nu is hij er weer. Maar dan heb ik zoiets van, ja, dan ga ik hem niet meenemen. Alleen als ik er een stuk of 8 heb gepaard of zo. Ja, kijk, dan durf ik hem wel mee te nemen, snap je? Ja. Ja, je moet eigenlijk ook ocelots hebben. Je moet eigenlijk altijd 1 ocelot meenemen en 1 wolf meenemen. Want ocelots zorgen ervoor dat creepers niet in de buurt komen. Oh ja, dat super is... slim. Dat is echt super gunstig. Inderdaad. Hier oh, nog een wolf. Oh nee, niet. Dat is die van jou. Oh ja. Hij is grijs. Ja. Oh, hij is nat. Oh ja, hij is nat. En daardoor is hij zwart. Dat is geniaal. Ja, dat is echt geniaal. Oh, pas op, een creeper. Oké, ik heb hem. Oh man, superveel hier. Wacht, laat ons wolfjes het killen. Ja, come on, guys. Onze wolfjes pakken. Als ze jou of mij aanvallen... Oh, kleine wolfje gaat ook gewoon aanvallen. Ja, wat een baas. Wat de hel? Kijk ze dat doen. Oh, die ander zat zichzelf even te schudden van al dat natte. Oh, dit is nou echt een zombie-invasie. Dus ze blijven maar komen. Maar nu vraag ik me af. Krijg jij nu ook die zombie-kills, zeg maar, als je wolven het killen? Hé, dat is een hele goeie. Dankjewel. I don't know. Ik weet het niet. Oh. Dat is een moeilijke vraag. Here I am, once again, with a good question. Oh, hier is weer een... Oké, dood jij. Volgens mij komen we nu wel in de buurt van onze woning. Nee. Nee, serieus niet? Ja, ik kan het zien, we lopen niet richting ons huis. Oh, we moeten richting ons huis. Ja, nou ja, ik weet het. Ja, ik weet het. Man, oh man. We zijn echt wel een beetje verdwaald nu. Niet echt. Je bent echt super dichtbij. Kunnen ze nou over water, die wolven? Ja, ze kunnen gewoon over water. Okay. Er werd... Jij schoot mij, of niet? Nee. Dat was die skeleton, denk ik. Ja. Ja, ogen in de rug moet je hebben bij mij, hoor. Wat, gaan we hier naar boven gewoon? Ja, we gaan hier gewoon naar boven. Cool. Oh, oh, heb je trouwens... Heb jij al alle animals? Alle wat? Alle animals, alle mobs, alle cows, sheep. Oh, pas op. Chickens. Oh. Uh-oh. Ja. Oh! Oeh, bijna explodeerde die.
Iemand mag je hebben. Nee! Oh, oh shit. Dat scheelde echt geen shit, jongen. Ja, dat was echt zo close. Oké, waar is mijn wolf? Oh, mijn wolf is er ook nog. Super nice. Nice. Trouwens, heb jij al een iglo Oh gevonden? Ja, we zijn er! Ja, yes, wow, baby! Wat heb jij gemaakt daar? Wat ja, dat? Ik... Dat is een hele grote piemel. Wow, kijk hoe vet het eruit ziet zo in het donker. Ja, het ziet er best wel goed. Oh my god, je moet groot, echt dan. Mijn shade hebben, want dan weet je echt wat ik zie. En dat is zo vet. Ja, dat is... Oh man. Ik moet ook shaders maar installeren. Het ziet er zo awesome uit. Damn it. Ja, ik ga binnenkort die video maken, dames en heren. Gun me een beetje de tijd. Hoe je shaders moet installeren. Ja, precies. Want ik krijg er echt zoveel vragen over. Dus dat gaat goed komen. Nog heel eventjes geduld. Het enige nare is, je hebt een hele goede computer nodig. Dat is vervelend. Ja, dat inderdaad wel. Dus er zullen vast veel mensen zijn die het helaas niet allemaal kunnen doen. Maar goed, Ik hoop van wel voor jullie. Want het is nogmaals echt heel vet. Maar ja, dat kan je nu ook wel hier zien. Oké, goed. Wij moeten even een hok maken snel, denk ik. Oh, dus ik word even snel Ronald. Dan ga ik wel even hierheen. We moeten even een hok maken voor de wolven. Yes. Waar wil je ze apart hebben? Even kijken, hier ook fans. Nee, ik pak wel birch fans. Vind ik wel een fancy hekje. Fancy. En ik heb even een opening nodig. Kijk, birch fans gate. Oh, altijd handig als je dat al op voorraad hebt, hè. Wow, hey, Ronald! Okay. Yo! Yeah! En nu is nog even de vraag, waar gaan we dat precies doen? Wacht, heb ik een minimap voor? Kan ik mooi, checken waar het perfect kan. Ja, want het hoeft op zich niet zo heel groot te zijn. Het moet gewoon even een mooi plekje zijn. Waarom niet in huis? Oh, of in een chest, zoals mijn hondje nu in een chest zit. Dus het moet je... In een chest? Mijn mooie hondje zit letterlijk in een chest. Ik weet niet of jij het kan zien, maar hij zit letterlijk in een chest. Hoe bedoel je in een chest, als je de chest open doet dat je hem ziet? Nee, wacht. Kom eens je huisje binnen. Oké, even kijken. Oh, nee, hij is eruit! Oh. Nu gelooft niemand me. Oké, misschien hier verderop, want ik heb hier dus zeg maar verschillende plekjes voor dieren. Ik heb dus eerst koeien, dan varkens, dan schapen en dan misschien hier wolven, I don't know. Ja, waarom niet toch? Ja toch, dan gaan we dat hier even doen. Moet die wolven wel even hier komen? Hoe kom ik hieruit? Ja, helemaal hier aan de zijkant heb je dus hekjes. Oké, ik ben eruit. Even kijken. Ja, oh, die wolf komt nu mee, maar nu moet die ook zeg maar hier mee heen. Kom even, wolf. Oh, nee, hij teleporteert niet. Oh, hij schudt zichzelf even met al het water van zich af. Oh, nee, wat doe je nou? Oké, okay, yes, zijn yes. Er allemaal nu. Ja, zit. Je moet ze laten zitten. Oh, maar dat klein... Oh, dat is water. Nee, je moet ze laten zitten. Want dan blijven ze. Kom. Ja, wacht, deze duw ik wel even erheen voor je. Oh. Kijk. Oh. Als je niet doet, mag je hem slaan, hoor. Kijk, nee, ik ga hem niet slaan. Kijk. Oh, ja, nice. Toch? Ja, nice. Wacht, kan ik ze weer met elkaar laten paren? Ja! Oh! Oké, laat hem even niet meer zitten. Dan kunnen ze paren met elkaar. Ga niet zitten. Oh nee, dat is water. Nee, dit is ook goed. Yay! Yay, we hebben er één! Dit is fancy. Is die dan nu van mij? Ja, die is nu van mij. Hier, man. Deze mag jij. Je moet ze nu meteen weer laten zitten, hè? Waarom? Oh ja, nou, anders gaan ze weg. Ja, anders gaan ze jou achtervolgen. Ja. Oh ja, nu heb ik zo'n halsband. Nice. Oké, dan ga ik meteen even deze dieren allemaal vermenigvuldigen. Ook voor het XP. Hoppakee. Hatse flats. Gaan we even met elkaar allemaal leuke dingetjes doen. Hey, fok 15 schapen. Oh, dan kan je natuurlijk coins. Oh, zullen we dat doen? Ik heb denk ik nog twee coins. Even kijken. En even de koeien. En de varkens moet ik even met wortels doen, heb ik begrepen. Yup. Dus ik heb even wortels nodig. Want volgens mij hadden wij wel wortels. Ik zal die pumpkins ook even neerleggen. Zo. Ja, wat kan je eigenlijk meer met pumpkins dan gewoon... Ja, pumpkinsoep kan je maken, toch zo? Yes, en je kan een tort... hoe heet die dingen? Jack-o'-lantern maken of zo. Oh ja, Jack-o'-lantern. Dat als je hem neerzet, dat hij licht geeft, hè? En het geeft meer licht dan een normale torch. Ja? En het geeft licht onder water. Ah ja, dat wist ik wel. Maar niet dat het meer licht gaf als een normale torch. Dat had ik niet geweten. Als het goed is, geeft het 2 meer lichtlevel. Oh, dat is wel cool. Oké, laten we eens even kijken, want ik heb ook gewoon nog een knolpower coin, dames en heren. Even die zombies. Hoppakee. Ga dood, zombies. Oké, ga je gang. Ik heb er 4!
Wacht, waar kan je zien? Oh, ik ga gewoon meteen. Daar ga je. Dit is gewoon echt gewoon in your face. Gewoon hier, dit krijg je gewoon, man. Je hebt niks aan. Oh my god. Zal ik een keertje gaan? Kijk, zo doe je dat, Sam. Oh, oh. Wat de... Yes, baby. Deze hadden we nog geen één keer. Wacht, welke... van wie we... Doe ze aan. Tadaa. Wacht, ik ga hem raden. Dat is... Dodo, right? Wouter is dat. Yep. Awesome. Dit is Wouter. Dat is cool. Ja, hij was... tot op heden was hij heel erg zeldzaam, omdat niemand hem nog nooit had gehad. En ja, nu... Sorry Wouter, het is niet meer super zeldzaam, want ook jouw hoofd zit er nu gewoon weer bij. Wacht, maar betekent dat ik zeldzaam ben? Jouw hoofd hebben we toch ook al, of niet? I don't know. Ik ben niet even naar boven kijken. Mij staat nog niet tussen. Hij. Nee, die van jou is dus nu gewoon nog heel erg zeldzaam. Yes, ik ben zeldzaam! Ja, die van Don niet meer. Die hebben we gewoon 4 keer. Die van Link. Oh, hij gaat gewoon nog een keer. Wow, daar ga je. Een blok of ice. God damn it. Nou, zal ik dan even laten zien hoe je het doet? Oké, let's go. Komt ie. Zo doe je dat, Sam. Like weer een zeldzaam, maar weer een zeldzaam. Yes, baby! I told you, a mending book. Hey, als wij ooit eens gaan gokken of iets, moet je nooit doen. Gokken is niet slim. Maar, dan ga ik niet met jou gokken, want dan verlies ik alles waarschijnlijk. Altijd zeldzaam. Oké, ik wil nu even kijken wat mending book eigenlijk precies betekent. Mending is, als je dat op een pickaxe doet, op een zwaard, dan genereert hij automatisch weer durability. Dus dan gaat hij niet kapot, zo te Serieus? Zeggen. Ja, en je moet hem in je inventory hebben. Dus dat is best wel handig. Je moet hem in je inventory hebben, dus je hoeft hem niet op je zwaard te zetten ofzo? Jawel, maar dat zwaard moet je niet in een chest hebben. Nee, zo, oké, nee, dat begrijp ik. Maar ja, anders dan gaat er ook geen durability vanaf als je hem in een chest hebt natuurlijk. Nee. Oh nee, wacht, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het gebruikt XP om meer durability te krijgen, oké? Het gebruikt meer XP? Het gebruikt XP om meer durability te krijgen. Een item en John's held, main hand, offhand, allemaal XP orbs. Dus dan pak je XP orbs, maar in plaats van dat je XP krijgt of zo, krijg je durability erbij. Oh, zo, dus je krijgt geen XP met durability. Oh. Dus dat is aan de ene kant best wel heel handig. Als jij een zwaard hebt die je niet kapot wil. Ja, als jij geen levels meer nodig hebt, dan is dat wel heel erg handig. Oké, dames en heren, kijk, ik ga eventjes deze Elytra maken. Hoppakee, die is weer full HP. Oh, dat ga je ook echt doen. Ja, maar dat is echt bizar hoe goedkoop dat is. Je kan met ladder, kan je dus het gewoon maken. En ik heb serieus, hij was ongeveer op de helft. En ik had maar 2 ladder nodig en dan was hij weer helemaal full. Maar om hem te krijgen is weer super moeilijk. Ja, dat is waar, om te krijgen tussen is haakjes. Hey, had jij ooit al een silverfish gekillt? Ja. Wacht, niet in jouw serie. Niet hier. Oké, want dan kan ik voor jou een knolpauwcoin regelen. Wat dan? Heb jij een fish spanner? Oh. Here we go. Yes, baby. En 1, 2, tadaa. Dat is wel vet. Alleen, nu moet je dit blokje weer... met een shovel rechtermuisknop doen, dan moet je eerst gas laten. Oh. Dat is echt super irritant! Ja, maar wacht, ik heb hier tools, dus ik doe het meteen even zo. Oh. Dat kan niet, dat moet gas zijn. Oh my god. Dus dan moet ik eerst een dirtblokje neerzetten weer. Ja, en het moet gras dus zijn, dus het is echt irritant. Dat is geen dirt. Oh nee, dat is geen dirt. Ik dacht dat dirt was. Ja, ze stonden vlak bij elkaar. Ik heb hier dirt. Maar hoe moet ik dat nu fixen dan? Ja, het moet gras worden. Dus dat betekent dat je dit ook weer... Deze moet ook weghalen. En dan moet je... Oh ja, en dan koppelt het aan en moet elkaar. Dat weer groeien. En dan moet je wachten. En oh my god. Het is irritant. Oh, lame. Oké, ik ga heel even wat iron gebruiken, want... Mijn armor die is weer bijna kapot. Dus ik heb even nieuwe boots nodig. Hoppakee. Zo, hatseflats. Wat is de moeilijkste achievement die jij al hebt gehaald? Tenminste... De laten we eens kijken op het bord. Want daar hebben we echt al een tijdje niet meer op gekeken. Boom. Bam. Ik denk dat er best wel vette dingen staan. Oké, ik ben nu helemaal op het begin. Ik heb een wolf getemd. Ik heb een paard getemd. Ik moet nog 5 konijnen fokken. Oh, dat is wel... Ik moet nog 5 varkens fokken. Dus ik ga nu meteen even kijken waar die wortels zijn gebleven. Want ik had toen volgens mij ooit een keer... Oh, ik had toen volgens mij ooit een keer wortels. Heb ik die lead nou kapot geschoten? Ja, holy shit. Dat kan blijkbaar. Oké, even vastmaken. Ik zie nergens carrots. Kom op, laat me deze vastmaken. Hè?
Waarom kan ik hem niet vastmaken? Jij moet vast en jij moet vast. There you go. Kijk. You did it. Luister goed. Oké, wat heb ik nodig? Wortels. Ja, er zitten hier geen wortels in. Dus ik ben bang dat we geen wortels hebben. Uh-oh. Die heb ik toen echt een keer op een domme manier heb ik die verspild. Dat is mij ook eens overkomen. Gebeurt iedereen. Ja, dan dat is echt... Oh, ik heb hier wel een aardappel. Met aardappel kan het ook volgens mij. Nee, de... Wacht. Ja, volgens mij wel. Wacht, hier. Ik heb superveel boommeel. Echt superveel. Voor als we het ooit nodig hadden. Dus ik ga die potato ga ik even planten. Ja, ik denk niet dat je daarmee kan fokken. Maar we zullen zien, we zullen zien. Ja, we zullen zien. Hoppakee. Kijk, even kijken. Deze. En even zo. En even deze. Hoppakee. Zal ik water in leggen hier? Want ik had potato ooit een keer nodig voor iets. Ik weet niet precies meer voor wat. Potatoes zijn het beste eten. Ik krijg er XP van. En het geeft heel veel eten. Hey. Dat is super chill. Oké, zo. Dan hebben we in ieder geval wat potatoes hier liggen. Wie heeft dit huisje gemaakt? Het ziet er echt super goed uit. Welk huis? Ja, dat huisje dat heeft huisje? Gewoon Wouter of Ronald gemaakt. Jeetje. Ja, kijk, zie je? Zie je, met aardappels kan je varkens fokken. Echt? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Het is eigenlijk best wel logisch als je zo van na zit te denken, maar... Oké, jij moet even meekomen. Ja, jij moet meekomen, want jij moet het even doen met die ander. Kom maar, kom maar. Yes, baby! Oké, ik moet er nog één varken fokken. En dan heb ik het gewoon... Dan I made it, man. Dan heb je het gewoon gehaald. Ik ga weer even een hond fokken. Nee, dit is echt nice. Oh, pas op. Er zit daar... Oh my god. Ik dacht serieus dat dat een creeper was. Ja, dat heb ik expres gedaan. Het is gelukt. Ik dacht het serieus. Ik was serieus mijn bogen al paraat aan het houden. Wauw. Ik dacht, ik ga dat ding daar neerleggen op jou te fokken ermee. Je moet mij niet fokken. Je moet dieren fokken. Ja, dat kan niet als jij ze laat zitten. Kijk, ik ga even ervoor zorgen dat we genoeg potatoes hebben. Want die potatoes die kan je in de ovens flikkeren, toch? En dan heb je supergoed eten. Ja, dat is het beste wat er is. Nou, niet het beste, maar het makkelijkste. Ja, het makkelijkste. Je hebt ook een hele mooie tree farm. Damn! Ja, thanks man. We zijn al aardig op weg naar een goede survival wereld. Wat is je goal? Wat wil je uit... Hoe zie je jezelf op 50 afleveringen? Nou, ik denk dat... wat ik nog wel graag zou willen, ik denk de kijkers ook... is om te kijken of de end inderdaad zo dichtbij zit als dat heel veel kijkers denken. Want we zijn ergens van dat stone bricks tegengekomen. Ja, yeah, ja. Yeah. En ja, dat zit meestal wel bij de end. Als je dat vindt, als je stone bricks random vindt in een wereld die je hebt niet neergelegd, dan betekent dat daar de end is. Ja, alleen nu had Wouter ook een keer stone bricks mee en had dat ergens neergelegd. Dus we weten nou niet... Snap je een beetje de struggle? Ja. Dus ik zou zeggen, ga er weer naartoe en kijken. Want als je de nether... Je wil niet weten hoe bizar goed de end is geworden, by the way. Ja, die is dus helemaal veranderd. Dus daar ben ik echt zo ontzettend nieuwsgierig naar. Dus misschien moeten we dat binnenkort maar eens even fixen met die eye-enders, weet je wel? Yes, want wat je daar kan vinden is echt wapens... Waar je gewoon bang voor. Meestal als je een dungeon gaat doen hier in Minecraft, dan vind je echt een iron sword. En that's it, right? Ja, niet zoveel bijzonders. Nee, nu vind je echt gewoon een efficiency 5 zwaard met knockback 2 erop, met fire aspect en mending. Serieus? Ik maak geen grap. Oké, nu heb ik er zoveel zin in. Het is echt super ziek. En het is niet één zwaard, het is niet... Je gaat het maar zelf, ik ga niks zeggen. Oh my god. Oké, dames en heren. Hier houden we het bij. Enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet niet te abonneren op... Oké, laat maar zitten. Nu verdien je het niet meer. En dan check ik jullie bij een nieuwe video morgen om 7 uur. Peace. Later. Check Sam's kanaal. Eigenlijk dit nog een keer.